een gloednieuw startpunt. Maar verder verliep de eerste avond van de Veghelse avondvierdaagse gewoon zoals de meeste mensen gewend zijn. Dit jaar begonnen de honderden wandelaars vanaf het E-punt aan het Meierijplein. Van daaruit voerde de route onder andere door het park, de Leest en Veghel-Zuid, afhankelijk van de afstand die gekozen was. Deelnemers konden kiezen uit 3, 5, 10 en 15 kilometer. De avondvierdaagse is ook dit jaar weer populair onder alle leeftijden. Van de kleinste kinderen tot aan senioren uit het atrium. Iedereen deed enthousiast mee. Vrijdag wordt het evenement traditiegetrouw afgesloten met een groot defilé vanuit het park naar het raadhuis aan de markt. Iedereen die het 4 dagen volgehouden heeft, mag daar zijn medaille in ontvangst nemen.